En Smitshoek heeft de bal weer, speelt hem eventjes rustig achterin rond. Ja, en dat is Bruins, hè? Die nu heeft. Ja, verdedigende middenvelder. Ja. Speelt een mooie bal door de linies, tussen de linies door. Ja, dat vind ik mooi. En de bal voor goal. Straks voor de goal. Wereldredding van Hogewoning. Bekend vandaan komt. Het is geen vaste basisspeler. Normaal bij VVG staat daar Jeremy de Graaf. Maar die, ik weet niet of jij dat opviel, toen wij hier aankwamen, toen kwam die er aanlopen. Ja. Hier... Het is opletten, bal ja, valt binnen. Ja, dat gaat niet hoor. Het is een Lambert Rosien. Ja, het is 1-0 voor VVOG. Jongen zeg. Dat was het eerste kwartiertje niet echt aan te zien, maar hij ligt er nu toch in. Oh nee, ik had die Rosien en Van Looy. Deze bal die gaat erin denk ik. Ja, joei. Keepertje kwam lekker uit. Balletje van even filmen. En Urban heeft hier de bal. Ja, die draait. Bal klaar. En afdrukken. In de handen, veilige handen. In de handjes. Blijft liggen. Van den Hoof, balverlies. Urban gaat er vandoor. Buitenop. Kleine voetbewegingen, kan hij met de ploeg houden. Bal via stuit. Ja, poch! Gestrekt. Ai, die zou er zomaar in hobbelen. Ja, dat weet ik niet of er nog Excelsior was. Terwijl hier Smitshoek nog een keer eruit komt en... Nou, ja! Urban. Joi! Je ziet de nummer 12 ook met zijn handen naar zijn hoofd grijpen. Die denkt, man, had hem in de voeten gespeeld. Op het bankje. Pootjes omhoog. Maakt helemaal niks uit, zou ik ook doen. Of misschien ergens in de auto onderweg en denkt, ja, het duurt allemaal wel lang hoor. Dan mag je hem niet aanzetten hè, als je aan het rijden bent. Nee, dat klopt. Nu is het Smitshoek. Smitshoek komt ver. Ja, bal, binnen. Die vliegt erin. In de 48e minuut. Het is nummer, ik kan even niet zien, nummer 7 is dat of niet? Nee, het was 17, ja, Urban. Ja, dan is het Urban. Urban. Ja. God, dat is toch even zuur hè. Dan sta je net koud in het veld weer en dan sta je alweer... Met 2-1 achter. Snijders met de voorzet. Die valt wel op zich goed. Ja. Op het hoofdje van Freddy van Looy. Of Lambert Rosien. Een van twee. Ik weet die namen niet uit elkaar te houden. Centrale verdediger of de spits. Nee, Rosien is de spits. Dan is Van Looy is dan die verdediger. Nu weer een... Ja, gaat Urban weer. Op snelheid geklopt. Ja hoor. En die vliegt er... In! Ja. Jongen, de wedstrijd is nog geen 5 minuten oud en het staat inmiddels hier alweer 2-1 voor Smitshoek. Misschien het toch. Ja, wat ga je nu doen als VVOG zijn? Zou je er nu al een extra aanvalletje bij gaan gooien? Nou, hij heeft nog weinig idee. Nu is het. Die bal die. Ja, die valt binnen! Die vliegt er gewoon in! Terwijl wij zeggen van wat ga je nu doen? Scoren we gewoon! Huppatee! Jongen zeg. Ja, Hakvoort. Ik geen idee wie scoort. Hakvoort loopt hem binnen. Kolk heet die jongen. Een vrije trap neemt. Opletten voor VVG, bal op de borst. Ja, dat... Nou die, ja, hij schuift die er binnen. Erin hoor. Appel van buitenspel. Jongen zeg. Ja, en we hebben hier geen VAR. En dan trekt de scheids hier een kaart. Ik zou even niet weten waarvoor dat is. Oh nee, hij schuift natuurlijk gewoon zijn stand op. Ja, het is een doelpunt. En het doelpunt is voor Smitshoek. Gaat hij doen. Korte hoekje. Snijders. Belangrijk moment in de 72e minuut. Of slingert hij hem toch met een boogje richting tweede paal. Dat gaat hij waarschijnlijk doen. Ja. Op de... Ja, dat was wel een kans hoor. Brian van den Hoof. Oei. Ik zie volgens mij nog steeds twee verdedigers. Dat gevoel heb ik niet. Nou, deze bal als die goed valt. In ja, de diepte. Daar gaat Urban weer. Die... Maakt hij het af? Jeumig. Ja, hij krijgt dat is wel een lekker spelletje hoor. Ja, maar het was ook heel matig verdedigd. Ja, maar ze hebben er knap veel moeite mee. Van Warven zoekt. Nou, kom op VVG, trap er nog eentje in. Dan wordt het in ieder geval hier nog spannend. Ze zijn de 16. Ai, dat was wel een leek balletje. Goeie poging. Lambert Rosie, de man van de 1-0. Deze bal is van Dijkhoff. Slingert hem in de 16. Bal valt goed. Ai. Die is van de lijn, wordt die gehaald. Appel voor van alles en nog wat. Ja, we hebben nogmaals geen VAR hier. Dus dat wordt niet meer nagekeken. Dus dat gaat gewoon verder.
Terwijl hier Urban weer in de diepte wordt gestuurd. Nou, en maximaal op snelheid Garrett en weer naast wil. Niks aan de hand. Helemaal niks. Nu is het een lange bal richting El Gamarty. Bezetting is er voor de goal. Moet hij nog een balletje uitspelen? Een balletje breed. Dijkhoff. Ja! Oeh, dat is de beste. Redding en een best schot. Dit is de laatste wedstrijd van Flap. Nou, die had zichzelf waarschijnlijk ook een andere afscheid gewenst. Ja. Smitshoek. Wat gaan we doen vandaag? Zingen de supporters. Urban nog een keer wellicht. Ja, en daar gaat misschien nog wel de 4-2 vallen. Ja hoor. Ja, het is nu definitief het doek valt. Nou, het doek valt voor VVG en de wedstrijd is klaar. Scheidsrechter schrijft hem nog even op. Bedankt voor het kijken, mensen. 90 plus een hoop. Het is 2-4 ja. Voor de gasten uit Barendrecht. Het loopt hier inmiddels helemaal leeg en terecht. Ja, wat moet je er nog doen? Een trieste af. Ja, en het wordt ook gelijk, het is ook gelijk einde wedstrijd. 4-2 voor Smitshoek. Ja, afgelopen klaar. Ik vind het toch wel jammer. Hé, ik ben hier nu. Ik zou het toch wel ergens leuk vinden om hier nog een klein feestje te vieren. Klein feestje te vieren, ja. Nou, we kunnen nog wel even een drankje doen. Jawel, maar. Een aantal mensen zitten er verslagen bij. Technische staf, hard gewerkt. Vierde divisie is het voor VVOG.